Mijn heren, het zij mij vergund u welkom te heten bij de opening van deze 8e zitting van de bijeenkomst voor federaal overleg. Het verheugt mij zeer dat alle deelgebieden hier en de persoon van hun hoogste verantwoordelijke regerings- of bestuursautoriteit vertegenwoordigd zijn. Ik behoef u wel nauwelijks te zeggen dat deze zitting een van de belangrijkste zal kunnen worden in de historie van de BFO. Wij allen zijn zeer verlangend ons aandeel bij te dragen om het conflict, het welk thans reeds jaren Indonesië verscheurt, tot een oplossing te brengen. Het laat zich aanzien dat de komende dagen, wanneer de BFO contact op zal nemen met de Republikeinse regeringsautoriteiten, van beslissende betekenis zullen zijn voor de toekomst van ons land en volk, voor de verhouding waarin wij zullen staan tot Nederland en voor de plaats welke ons volk zal innemen in de rij der volkeren. Met het uitspreken van de hoop dat het Indonesisch conflict thans op zeer korte termijn als geëindigd kan worden beschouwd, open ik deze 8e zitting van de bijeenkomst voor federaal overleg. En zo, terwijl de oplossing van het Indonesische probleem urgenter wordt dan ooit, beraadslaagt men over de talloze nog hangende problemen, hopelijk met spoedig resultaat.